Ja, een heel goede middag, dames en heren. We zijn vandaag bij het industrieterrein van Gronsveld bij Curves Logistics. We zijn in Curves Logistics en eigenlijk komen we uit het Sint-Geertruids. We zijn verhuisd in de jaren 90 naar Gronsveld. En mijn zus Charmaine en ik hebben de leiding over dit bedrijf, een familiebedrijf wat we van onze ouders hebben overgenomen. En ik moet zeggen, de eerste lockdown was voor ons toch wel schrikbarend, verontrustend. En wat natuurlijk toch wel heel verontrustend was, onze chauffeurs leven eigenlijk dag en nacht in de vrachtwagen. Ja. De mogelijkheden voor naar een toilet te gaan, de mogelijkheden voor een douche te nemen, voor een lekker hapje te eten, is onmogelijk, zelfs in deze tijd. Nu nog altijd. Jongens, nu nog een taal. Als wij mensen hebben die naar Spanje of Italië afreizen, ja, ze moeten showen met boodschappen, ze moeten de magnetron in de wagen aanzetten. En eigenlijk wil je niet. Je wil toch, die mensen die onderweg voor je zijn, dat je toch minimaal één keer per dag ergens een lekker hap kunnen eten. We waren altijd gewend aankomen, zelf los en laden. Door die coronamaatregel, ook bij ons, zijn de deuren gesloten. Dus de jongens mogen niet zelf los en laden. Ze zijn afhankelijk van hoe wordt mijn auto geladen, hoe wordt mijn auto gelost, ja. Hoe lang duurt het, wachttijden. En vooral in Duitsland zijn enorme strenge regels. We komen daar bij grote concerns als Bayer. Ja, eerlijk gezegd staan we soms 2 tot 2,5 uur te wachten voordat we de papieren hebben afgegeven. Met alle testen, toestanden. En, ja, het zijn toch wel dingen die, waar je niet op geteld had op het bedrijf. Normaal op de snelwegen men altijd klaagt van die vrachtwagens weer. Ja, ja. En nu heeft men wel respect gekregen voor en ziet men het belang in van de logistieke sector. Dat heeft men nu wel ingezien. Ja. Hè? Dat zonder meer. Plus het feit dat er toch veel thuiswerkers zijn. We hebben minder last van files. Af en toe nog een paar ophopingen of zoiets. Maar dat werkt natuurlijk voor de jongens ook wel plezieriger. Een file is altijd moeilijk en levert vertraging op. En ik moet toch zeggen, dat loopt toch wel iets beter natuurlijk dan. Hoe gaat het met het industrieterrein hier in Gronsveld? Is het een bloeiend industrieterrein? Het is een industrieterrein met diverse ondernemingen. Ook zeer jonge ondernemers, wat natuurlijk altijd mooi en voor de toekomst veilig is. Er zijn ondernemers die klant van ons zijn. Wij zijn weer klant bij andere ondernemers, dus wat dat betreft. We weten elkaar te vinden. Dat is ook zeker belangrijk in deze tijd. Ja, we liggen kloppen de snelweg, kloppen de A2. Hele snelle verbindingen met Duitsland, met België, Luxemburg, Frankrijk. De beveiliging op dit moment is beter als voorheen. We hebben voorheen toch wel best wel wat criminaliteit gehad hier. En dat was voornamelijk met het afhankelijk van drugsverkeer. Gelukkig heeft de overheid het goed aangepakt en maatregels genomen. Dat is een stuk minder geworden. En ik moet zeggen, door de steun en de hulp van de gemeente is toch wel een oor geweest naar onze problemen die we hebben. En er is een werkgroep geweest toen de tijd, die heeft dat allemaal opgezet en die hebben toch wel resultaat behaald. Oké, okay. En door je samen te pakken bereik je dan toch eerder resultaat dan dat je alleen naar de overheid zou stappen? Ja, natuurlijk. Iemand of twee bedrijven die kunnen niks betekenen. Je moet als groepje kunnen gaan.